En met de vakantie die volop begonnen is, gaan we er ook eens kijken vandaag naar hoe het zit met de bagage, de handbagage. En of een luchtvaartmaatschappij daar wel zomaar extra kosten voor mag aanrekenen. En wie weet dat natuurlijk? Laura Klaes. Kom erbij. Ja. Het is niet lang geleden, hè? Nee, het is niet lang geleden. Laura, ja, laat het ons daar eens over hebben. Want we hadden een voorgesprekje, zoals altijd. En dan was ik al verbaasd dat het überhaupt een ding is. Maar je hebt gelijk. Sommige luchtvaartmaatschappijen vragen tegenwoordig geld om eender wat mee te nemen. En dat mag eigenlijk helemaal niet, hè? Nee, nee, dat mag niet. Je zou denken, hè, als ik het vliegtuig neem, dan is dat toch gratis om gewoon mijn trolleytje mee te nemen met een extra paar schoenen en een paar extra kleren en een regenjas. Maar eigenlijk zijn er best wel veel low-cost luchtvaartmaatschappijen die daar dan geld voor gaan vragen. En nochtans, eigenlijk zegt de wet en zegt het Europese Hof van Justitie dat wanneer je personen vervoert, zoals op een vliegtuig, dat in de prijs altijd een stuk handbagage moet zitten van redelijke afmetingen. Dus je moet niet afkomen met je valies van je supergrote valies. Ja. Maar dus een stuk handbagage, eigenlijk zou dat bij moeten zitten in de eerste prijs die je te zien krijgt. Nochtans, je weet, als je bij Ryanair en consorten een vlucht boekt, dan staat daar, dit is de prijs, 20 euro. Minimum, naar, ja. Dan klik je daarop, dan zeg je, voor 20 euro wil ik wel naar Berlijn vliegen. En dan kom je, je selecteert dan de dagen, de duur dat je wil vertrekken. En je komt bij stap 2 en dan zeggen ze, wil je ook iets meenemen van handbagage? Liefst. En dan zeg je, ja, graag. En dan zeggen ze, ja, dat is 35 euro extra dan alsjeblieft. En dat is dus eigenlijk niet oké, want dat zou in die oorspronkelijke prijs hebben moeten zitten. Wij kunnen dat nu wel allemaal mooi zeggen, maar ook dus het Hof van Justitie heeft dat gezegd, het Europese Hof van Justitie. En ook een rechtbank in Spanje, want die hebben Ryanair, maar ook Vueling, EasyJet en zo. Dus die kennen ze als de low-cost luchtvaartmaatschappijen. Die zijn daarvoor veroordeeld. Ja. Ze moeten allen samen een boete betalen van 150 miljoen. Maar dan zou je toch denken dat ze daar internationaal instant mee moeten ophouden? Ja, je zou dat denken. Ja. En in België doen ze dat nog altijd voort, want ze zeggen, dat is Spanje. Zolang ze er maar geld kunnen uithalen in andere landen, blijven ze doordoen. Dat is eigenlijk echt wel een probleem. Want je kan op die manier niet correct de prijs van een vlucht tussen twee steden vergelijken. Want bij de ene zit daar wel de handbagage in en bij de andere nog niet. Dat zou niet mogen. Trouwens, nog zoiets. Hè, de handbagage die bij de ene luchtvaartmaatschappij wel past, is dan net te groot bij de andere. Dat is ook zoiets. Ja. Heel vervelend. Eigenlijk zou en dat hoeveel ook gewoon... stuks? Hè? Je hebt dan een handtas en dan heb je ook een trolley. En dan heb je misschien nog een laptopzak. Ja. Dus eigenlijk zouden die regels ook gewoon over heel Europa minstens toch dezelfde moeten zijn. Want anders moet je drie verschillende trolleys hebben. Want die bij die maatschappij en die bij die... En daar zijn jullie voor alle duidelijkheid dus actief voor aan het vechten. Ja. Dus die gelijke afmetingen is iets wat we al langer vinden. Maar goed, dat is heel erg moeilijk om dat juridisch af te dwingen. Maar het feit dat dus die handbagage, dat men daar extra geld voor vraagt, dat is iets waar we wel echt actief nu voor gaan strijden. Omdat we ons dus ook heel erg gesterkt voelen door die uitspraak in Spanje. Ja, natuurlijk. Dat is een precedent dat heel belangrijk is. Voilà, het is dat, inderdaad. Ja. Maar er zijn zo nog dingen nu, zegt, waar ik aan denk, zoals kies je stoeltje. Dat komt ook dan in stap 2 of 3 of 4. Ja, dat is inderdaad ook nog zo'n supplement. Als je op voorhand wil inchecken, online al, dan moet je een stoel kiezen en dan kost je dat ook. Ja, wat is dat? Dat is dan niet zo heel veel, maar toch 6 à 10 euro. Als je dan met het hele gezin op weg gaat, dan is dat toch al wel heel erg veel. En op zich, het kiezen van een stoel tot daaraan toe, als je gewoon met een groepje van volwassenen reist... Ja, of als je alleen reist, sla ik dat stapje over. Ja, en dan maakt het helemaal niet uit waar je zit. Maar dan kan je dus ook niet op voorhand inchecken, normaal gezien. Hè, want dan kan je pas inchecken helemaal op het eind en dan wijzen ze je een stoel toe. Dus dat is misschien ook wat vervelend. Maar vooral... Ryanair, ik noem meer Ryanair, maar zij zijn er ook weer opnieuw voor veroordeeld, want zij vragen ook die extra kosten als je reist met heel erg jonge kinderen. Dus dan, je wil toch liefst naast je heel erg jonge kind zitten op zo'n vliegtuig. Ja, die trekt zijn plan wel. Wow. Nee,
Maar dus ook daarvoor zeggen ze van ja, nee, dan moet je dus verplicht een stoel kiezen naast je kind. Ja, dan kan je niet anders. Dan kan dat niet anders. Nee. En dan kost je dat dus weer die paar euro toch voor de heenvlucht en weer voor de terugvlucht. Ja, hetzelfde voor begeleiders van mensen met een beperking. Ja, die willen ook wel daarnaast zitten. Maar ook daar wordt dus geen uitzondering voor gemaakt. Dus ook daarvoor moet je extra betalen. En die prijs waarvan je sprak, die 35 euro, ik zeg maar iets, dat is dan maal twee natuurlijk. Heen en terug. Heen en terug. En als je dan met meerdere personen reist, is het dan nog eens een keer maal zoveel personen. Dus dit zijn eigenlijk echt praktijken die niet kunnen. Hè. En er zijn nog zo van die supplementen. Ze zijn niet allemaal illegaal dan of zo. Maar bijvoorbeeld, je reist met heel erg jonge kinderen. Ja, je kan je dan de vraag stellen, moet dat dan evenveel kosten? Ja, een stoel is een stoel natuurlijk, maar ook daar, ja, dat verschilt zo erg van maatschappij tot maatschappij. Bij Brussels Airlines heb je een speciaal kindertarief, dus zij krijgen bijvoorbeeld 25% korting. Maar bij Ryanair is dat de volle prijs en dus extra betalen om een stoel te hebben naast je kind. Dus eigenlijk betaal je daar meer als je wil met jonge kinderen vliegen. Dus ja, ook dat zijn van die praktijken. Dus eigenlijk is dat niet oké. Daar tegen die kortingen voor kinderen, daar kunnen we heel moeilijk of daar kunnen we weinig tegen doen of vragen dat hetzelfde zou worden getrokken over alle maatschappijen. Dat gaat niet. Maar wat we dus wel gaan doen, is optreden tegen die praktijken van handbagage en het vragen van extra voor een stoel. Kosten voor een stoel met jonge kinderen. En Brussels Airlines heeft onlangs ook een nieuwe milieutax aangekondigd. Rekenen we dat ook bij een soort verdooksupplement? Ja, dat is niet echt een supplement. Het is wel heel erg bizar dat ze dat als een aparte tax gaan voorstellen, omdat eigenlijk moet dat gewoon deel uitmaken van hun algemene prijs. Ja. Nu, ze zetten het wel in de oorspronkelijke prijs bij. Dus het is op zich geen probleem. Het is gewoon een beetje de uitstraling van dit is een extra tax. We worden verplicht door Europa. Het is niet onze fout. Daar komt het op neer. Terwijl eigenlijk, dit is gewoon duurzaamheid. Dat zou deel moeten uitmaken gewoon van je business as usual. En het feit dat Brussels Airlines dat nu een beetje promoot als we worden verplicht vanuit Europa, toont toch aan dat ze niet echt die duurzaamheid mee willen nemen in hun hele visie. En dat is eigenlijk best wel jammer. Dat kan dus wel eens in hun gezicht een beetje terugkomen. Ja, als ze zich echt willen positioneren als een luchtvaartmaatschappij die gewoon heel erg duurzaam is. Brussels Airlines. Ja, je zou toch denken van, allez, kom aan. Ja. Wij willen als land, als Belgisch land, toch ook wel een beetje dat uitstralen dat wij dat heel erg belangrijk vinden. En dan als Brussels Airlines en Lufthansa eigenlijk in het algemeen komen zeggen van, wij worden hier verplicht om onze prijzen op te trekken, maar het is niet onze fout. Europa verplicht ons. Ja, dat is toch wel een beetje... dat vinden we niet zo heel erg fijn. Maar goed, ze nemen het bij in hun prijs van in het begin al. Dus hun prijsweergave is wel correct. En reizen met Brussels Airlines vind ik persoonlijk toch wel vrij comfortabel. Als je dan toch moet kiezen tussen een Ryanair waar je plots in stap 2 nog geld moet extra betalen voor je handbagage. Trouwens, we vinden het dus echt niet oké. We zijn dus ook van plan om naar de rechtbank te trekken. Tegen Ryanair, Vueling, EasyJet, Wizz Air. Is dat met zo'n, ik ben de naam kwijt, algemene, collectieve... Een class action, een groepsvordering, eventueel. We zijn er nog aan het bekijken hoe we het concreet in zijn werk gaan zetten. Maar we zeggen nu al tegen de mensen, voor deze zomer, als je zo extra hebt moeten betalen voor je handbagage, hou het betaalbewijsje bij. Je kan je ook inschrijven bij ons op de website nu om mee te volgen. En vanaf dat we dus naar de rechtbank gaan trekken, word je op de hoogte gebracht en kan je dus meestappen eventueel in die rechtszaak. Nu, we geven hen nog deze zomer de tijd om het allemaal op te lossen. En als ze dat niet doen, als ze daar niet op ingaan, dan is het dus in september naar de rechtbank. Oké, Laura. Courage. Dank je. Merci voor dit gesprekje. En we zien elkaar ongetwijfeld heel snel terug. Zeker. Tot later. Merci.